We zijn hier vandaag in Groesbeek bij de Treffers. En het team van Bewegen zoekt meer cliënten over Pluriel om mee te gaan boksen. En ik denk, ik ga maar eens even een trainingje volgen om even te kijken hoe het nou is. Hoe zien de lessen van het boksen eruit? Het is boksen en weerbaarheidstraining. Dus we gaan echt puur het boksen doen. Het slaan, het stoten, hoeken, uppercuts. We gaan wat krachtoefeningen doen. Maar we gaan ook samen stevig staan. Als je niet stevig staat, hoe kan je jezelf weer herpakken om stevig te staan? Een stukje zelfvertrouwen krijgen en nee durven zeggen. En Tiffany, waarom doe je hier aan mee? Omdat ik boksen heel erg leuk vind. Het is goed voor je ontwikkeling. Waarom is het nou goed voor jouw ontwikkeling? Weet je dat? Ja, je kunt je emoties kun je er heel goed in kwijt. Alle cliënten van Pluriel, Groesbeek en omgeving, die kunnen hier aan meedoen. Het is geen leeftijd of geslacht, is geen must. Rolstoelers kan ook wel, maar dan moet daar wel een aparte groep voor opgezet worden. Maar hoe kan ik me nou aanmelden als cliënt hiervoor? Ja, je kan een mailtje sturen naar het beweegteam van Groesbeek. Of via je pb'er of via je huis kan je ons bereiken. Je kan ons ook bellen. En dan leggen wij de verschillende mogelijkheden uit. En dan kan je altijd eerst een proeflesje komen doen. Kijken of het iets voor jou is. En als je het leuk vindt, kan je starten. Ben je nu wat zekerder voordat je boksen ging starten? Jazeker. En kun je me meenemen waarom? Kun je dat uitleggen? Ja, ik ben wat sterker geworden en... Zelfs sterk staan en zelfvertrouwen ook wat meer. Dus meer van me afbijten. Zo, mijn training zit erop. Het team Bewegen hier in Groesbeek. Nou, dat komt wel goed met hem. Lijkt het jou ook hier leuk om te boksen? Ik zou zeggen, meld je vooral aan. En dan heb je nog leuke ideetjes of leuke weetjes? Mail dan naar redactie@pluriel.nl. Ik ben er vandoor. Doei!